Nieuws vanuit de gemeenteraad over de begrotingsbehandeling. De algemene beschouwingen Roermond 2021. Op donderdag 12 november 2020 stelt de Raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast. De begrotingsbehandeling wordt gezien als het jaarlijkse hoogtepunt van het lokale democratische proces. In de gemeentebegroting zijn alle zaken opgenomen waaraan de gemeente in dat jaar aandacht besteedt. De gemeenteraad heeft het budgetrecht. Via het vaststellen van de gemeentebegroting stelt de raad middelen beschikbaar waarmee het college van burgemeester en wethouders in de loop van het jaar de taken uitvoert. Gedurende de vergadering kunnen de politieke partijen door middel van in te dienen moties en amendementen trachten accenten te verleggen in de door het college van BMW opgestelde conceptbegroting. In 10 dagelijkse videoboodschappen komen zowel de griffie als de fractievoorzitters aan het woord. Welkom, Salami. Dank. De begroting voor het volgend jaar, voor het volgend boekjaar, hè? Hoe zit denk ik in deze begroting? Hou maar bij je, want ik heb daar niet zo heel veel positiefs over te vertellen. Want de begroting 2021, waarbij je in coronatijd de hele wereld in een pandemie zit, wij in Roermond de gevolgen van corona zien en misschien dat het nog langer gaat duren, is dit een boekwerk waarbij eigenlijk twee situaties worden voorgeschetst. En de ene situatie is wat nou als corona erger wordt en de andere situatie is wat nou als corona niet erger wordt. En dat boekje is al achterhaald, want corona is erger geworden. En daarom denk ik dat je veel meer jezelf moet gaan richten als organisatie, hoe je zo'n pandemieperiode doorheen gaat. En natuurlijk heeft het college er niet voor gekozen om de pandemie naar Roermond te halen. Ik ook niet, jullie ook niet. Maar het is wel een realiteit. En nu is de keuze of jij in deze pandemieperiode geld gaat uitgeven aan projecten die mooi klinken. Of dat je er staat voor die burger die zijn baan heeft verloren. Of dat je staat voor de burger die inkomen heeft verloren. Dat je staat voor de burger die eenzaamheid voelt. Die zich helemaal alleen voelt op aarde. Nou, die keuzes, die moet je maken in zo'n begroting. En ik denk dat er te veel gekozen is voor de show. En dat het allemaal achterhaald is. Dus hou maar vooral bij erop. Nou, ik leg hem toch even hier neer. Want kijk, zo'n begroting is natuurlijk ook belangrijk om de economische voortgang van het stadhuis, hè, laten we dat zo noemen, hè, de rekeningen te kunnen betalen, toch? Ja. Of zie ik dat fout? Ja, dat is heel goed. Net als in Amerika, toen Trump die begroting er niet doorheen kreeg, kregen de ambtenaren geen inkomen. Zo'n begroting is eigenlijk dat gemeente in 2021 geld mag uitgeven. Daar moet de raad, de Roermondse raad, akkoord voor geven. En voor de zomer geef je dan kaders mee aan het college van, hey, luister, dit vinden wij belangrijk als raad. Na de zomer komt de raad met een begroting van, hey, dit is onze keuze geweest naar aanleiding van de kaderbrief of de kadernota. En deze keuze gaan we maken. Dus die begroting moet hoe dan ook door de raad. Want anders kunnen we het gaswater, elektriciteit, ambtenaren en allerlei leuke dingen wat het college wel goed doet, niet uitvoeren. Maar toch maken we keuzes in de begroting. Want jij zegt als organisatie, als college, hey, ik ga dit jaar in 2021, ga ik dit uitvoeren, ga ik dat uitvoeren, ga ik dat uitvoeren. En daar reserveer je geld voor. Oké. Okay. En daarvan zeg ik als denk, luister, we zitten in een pandemieperiode. Laten we alsjeblieft ophouden met allerlei dingen die in mijn ogen voor nu, hè, ik heb het voor nu, midden in een crisis, een gezondheidscrisis, een sociale crisis, moeten wij kiezen voor de burger. En niet voor een nieuwe straat, niet voor een nieuw gebouw, niet voor een nieuw evenement. Nee, voor de burger. Want wat heb ik eraan als de ene kant van de stad iedere dag zit te stressen, ouderen eenzaam op een kamer zitten, terwijl het college hier kan showen dat ze de ene activiteit binnen hebben gehaald of dat we nieuwe klinkers hebben op de weg. Hou die klinkers maar. Ik dacht volgens mij dat ook een van de politieke partijen die in de college zitten zei, na de stenen nu de mensen. Nou, het is nog steeds stenen, stenen en stenen. En dat is mijn commentaar op die programmabegroting. Van jongens, we moeten kiezen als eerst voor die burger. Okay. Dat gebeurt niet. Zeg,
als je naar Roermond kijkt, hè, Roermond is een stad van diversiteit, 132 nationaliteiten volgens mij. Ja. Hoe zit het met de inclusie? Want ik lees in jouw stuk ook iets over inclusie, inclusiviteit. Weet je, Rob, laten we die formaliteit even voorbij. Laat ik het volgende vertellen. Laten we gewoon een gesprek voeren alsof we gewoon twee burgers op de markt zitten en met elkaar een gesprek voeren. Deal. 100.000 euro heeft dit college voor diversiteit afgelopen jaar gereserveerd. Wat betekent dat? Dat het college zegt, luister Roermond, wij vinden die inclusiviteit zo belangrijk, wij gaan er 100.000 euro geld aan uitgeven. Dan verwacht je als raad en als burger van deze stad, oké, dan gaat er dus voor die 100.000 euro allerlei activiteiten uitgevoerd worden. En wat lees je dan terug? Dat er maar 40.000 euro ervan is uitgegeven en 60.000 euro ervan niet. Wat gebeurt er dan met die 60.000? Die gaat naar een algemene reserve. Wij van DENK zeiden, wacht even, dat kan toch niet? Als jij diversiteit zo belangrijk vindt, kan je toch niet maken als college om dat geld daar niet voor te gebruiken? Dan geef je eigenlijk dus in politieke termen, zeg je dan eigenlijk, weet je, ik heb er wel 100.000 voor gereserveerd. Maar ik heb er eigenlijk niks mee gedaan. Helemaal niks mee gedaan. Toen hebben wij een motie ingediend. Hebben wij gezegd, hey, laten we die, of een amendement, laten we die 60.000 die is overgebleven als extra voor de komende jaar erop zetten. Dus dan heb je, stel dat de wethouder zegt van, hey, luister, dat is voor mijn nieuw beleidsterrein, ik heb daar nog niet personeel voor, maar volgend jaar ga ik het veel beter doen. Hebben wij gezegd, is goed, 100.000 begroot volgend jaar, dan hebben we 60.000 van dit jaar, laten we die 60.000 op die 100 doen, heb je 160.000 euro wat je aan diversiteit kan uitgeven. Even voor de kijker thuis, dat is peanuts, hè, op een begroting van 216 miljoen. Dat zijn peanuts. Maar toch wil ik het over hebben. En dan zegt het college en de raad, natuurlijk de coalitiepartijen, die steunen de college hierin, die zeggen van nee, hoeft niet. Die 60.000 extra hoeft niet. Dus bij wijze van spreken zegt dit college, voor ons is diversiteit echt iets wat we kunnen gebruiken als beleidsstuk, als nota, als mooi praatpaaltje. Als het om uitvoering komt, doen wij er niks aan. En ik denk dat dat beetje die ivoren schild rondom de gemeentehuis beetje gebroken moet worden. We hebben een mooie tunnel gebouwd nu, hè, met allerlei kleurtjes. Maar ik denk dat het college vaker even de tunnel naar de andere kant moet nemen. Want die zijn te vaak aan deze kant te zien. Daarmee bedoel ik, aan de andere kant van de tunnel heb je al die multiculturele wijken. En ik heb het gevoel dat dit college daar echt nooit komt. Dat zien we in ieder geval terug in de programmabegroting, dat daar geen enkel moeite voor wordt gedaan. Nou, dus jij zegt, als het om welzijn gaat, dan tandje erop. Tandje erop? Weet je wat ik zeg? Ik zeg het volgende. Heel simpel. Ik ga een aantal voorbeelden geven. In Roermond hebben wij gezegd, 5,7 miljoen euro afgelopen jaren willen ze uitgeven om de bomen van Capellenlaan kapot te knippen. Om daar, en voor de burgers scheelde totaal niks, dezelfde weg terug te bouwen. 5,7 miljoen. Passion, honderdduizenden euro's uitgegeven aan Passion. Twee dingen die ik heb opgenoemd. Wat zouden we met die bedragen nu kunnen doen? Gisteren hebben wij een raadsvergadering gehad. Dus voor de begrotingsvergadering hebben wij een raadsvergadering gehad. Waarbij het college de parkeertarieven omhoog heeft gehaald. We hebben geen parkeernota. Dus we hebben nog niet gedacht over onze parkeervisie. Hoe gaan we dat doen? Welke keuze gaan we maken? Nee, maar die parkeertarieven moesten echt heel snel omhoog. Want er was een gat in de begroting. Waarom is die gat in die begroting? Omdat de Passion hier moest komen waaien. Die Passion die moest waaien door Roermond. Daarom moesten we die tonnen dicht sluiten. En wie mag ervoor betalen? Nou, jij. Als je een auto hebt. En dat is toch komisch? En dat moest dan snel gebeuren, want die gat die moest gevuld worden. En door wie dan? Door de burger. En die snelheid, hè, waarmee dat moest gebeuren. Dat Usain Bolt-politiek of dat Max Verstappen-politiek. Zo snel mogelijk, echt snel dicht timmeren. Het is een schande. We gaan in coronatijd onze parkeertarieven omhoog gooien, terwijl de ondernemers de hele dag niks te doen hebben. Nog niet eens omzet kunnen draaien. En dan kiest dit college ervoor om voor een passion-ideeën de parkeertarieven omhoog te gooien. Om voor om die prachtige bomen op de Capellenlaan allemaal kapot te knippen. Om dan vervolgens dezelfde straat weer te herbouwen met een nieuwe riolering erin. Om vervolgens tegen de burger te zeggen, ja, maar we hebben geen geld meer.
Ja, weet je, mijn vader vertelde vroeger altijd, als wij op vakantie gingen naar Turkije, naar het dorp, was er in de zomer bijna niemand in het dorp. En ik vond het heel saai als kleine jongen. Ik zei altijd, papa, waar zijn mijn leeftijdsgenoten? Weet je wel, die leven toch ook hier in het dorp? Mijn vader zei, jongen, als je in de zomer gaat spelen, heb je in de winter niks om te eten. Dus in die zomer moeten die mensen gaan werken om in de winter te kunnen eten. Toen het goed ging in Roermond, hebben ze hier geld aan uitgegeven, daar geld aan uitgegeven. En nu kom je geld tekort. En nu ga je geld tekort komen ook. We hebben ook bepaalde keuzes moeten maken in de vorige begrotingen. Daarom zeg ik nu, bij dit moment, met onze financiële situatie, met onze sociale situatie waarmee we in zitten, betaal liever één iemand, één FTE, een bedrag. Laat hem hier zitten. Laat hem al die oudere mensen die zich eenzaam voelen opbellen. Betaal hem ervoor, ben ik bereid. Dat vind ik dus welzijn. Laat gewoon één iemand heel de dag nog contact opnemen met alle oma's en opa's die zich eenzaam voelen. Vind ik veel meer waardevol dan allerlei mooie evenementverhaaltjes en notaverhaaltjes en notaprojecten. En dat probeer ik te zeggen met welzijn. En dat probeer ik ook te zeggen vanuit, denk vanuit de burger. Inclusiviteit. Je hebt het net zelf gezegd. Wij hebben in Roermond hebben wij diverse culturen. We hebben mensen die vooral in deze tijd zien wat eigenlijk je cultuur totaal niet uitmaakt met een ziekte als corona. Corona, weet je, we kunnen één ding over corona zeggen. Hij discrimineert niet. Hij pakt iedereen. Hij pakt jou, hij pakt mij. Als we er niet goed op letten, corona pakt ons allemaal. En zo moeten we juist in deze tijd voor die samenhorigheid kiezen. Want onbekend maakt onbemind. En hoe wil je saamhorigheid creëren als je elkaar niet kent? En dan vraag ik, wat heeft dit college gedaan om elkaar beter te leren kennen? De Roermondenaar thuis, je Marokkaanse buurman, Marokkaans-Roermondse buurman. Hoe is die überhaupt in Nederland terechtgekomen? Weet je dat? Weten jullie hoe Nederlandse Indiërs naar Roermond terecht zijn gekomen? Weten jullie hoe de Polen, hoe komen Polen in een keer in Nederland? Dit soort dingen konden we allemaal aan elkaar vertellen en begrip voor elkaar krijgen. Heeft dit college niks over gedaan. Niks aan gedaan. En als je dan met voorstellen komt, krijg je altijd te horen, dat doen we al. Dat doen we al. Toen we met het verkiezingsprogramma bezig waren, heb ik in de wijken met jongeren gesproken. Dat was before corona, heb ik over 2018. En toen wij met jongeren spraken, hoorde ik van jongeren altijd het volgende. Ik zei, hoe gaat het op school? Gaat het wel goed? Kunnen jullie thuis studeren? Nee. Roermondse jongeren, meneer Hompen, Roermondse jongeren gingen naar Eindhoven, Maastricht, Venlo, om in de bibliotheek van die steden te kunnen studeren. Omdat wij toen geen gratis internet hadden. Later is dat nog op een laag bedrag gezet, et cetera. Maar dat jongeren in mijn stad de moeite moeten nemen om een bibliotheek in een andere stad op te zoeken. Toen hebben wij gezegd, laten wij in iedere wijk een soort studieruimte inschakelen. Met een paar laptops, wifi-verbinding, waar jongeren gewoon rustig kunnen studeren. Heeft het college nee tegengezegd. Toen hebben wij gezegd, hoe kunnen we de jongeren op het gebied van onderwijs vooruitbrengen? Nou, coronatijd is aangebroken. Je ziet dat mensen les op afstand krijgen. En op een gegeven moment kreeg ik melding van mensen van, ja, oké, we hebben geen laptop. Nou, via Stichting Leergeld en via andere initiatieven zijn er nog laptops voor elkaar gekregen. Ook nog initiatieven vanuit de samenleving. Maar dan krijg je een ander probleem. Vader heeft een inkomensderving, kan de internetverbinding niet betalen. En nu? We hebben toch gelijke kansen allemaal? Daarom zeg ik, in coronatijd moeten we juist het geld die we moeten hebben. Kijk, wat ik eigenlijk voorstel is niet zo moeilijk. Gemeente moet draaien, toch? Daar heb je geld voor nodig. Nou, die betaal je. Gas, water, elektriciteit, even simpel gezegd, die betaal je ook. De contracten die je bent aangegaan, die betaal je ook. Want daar kan je niet onderuit. Autonome ontwikkelen, die dingen, die lopen. En met de bedragen die je over hebt, zou ik zeggen, drie dingen doen. Eén, kijk naar inkomensderving bij mensen. Mensen zijn hun baan kwijt. Ondernemers zijn hun inkomen kwijt. Mensen verliezen hun baan, verliezen hun inkomen. Steeds meer mensen bij de voedselbank. Ga als overheid kijken, als lokale overheid, hoe je daar een aanvulling op kan geven. Dan roept het college altijd, ja, maar wij doen niks aan inkomenspolitiek. Nee, dat weet ik. Dat weet ik, maar je kan ook andere dingen organiseren om het voor de Roermondse burger makkelijker te maken. Want misschien doen wij als gemeente ons alleen bezighouden met gemeentepolitiek, maar de zorgverzekering gaat ook stijgen. De huren, inkomensderving. Wat moeten deze mensen dan doen? Eenzaamheid. Wat moet ik als burger gaan doen? Het
Tot hoever nog? Verzekeringen zullen stijgen, alles stijgt. En nu? Ik ben de rijkste land ter wereld, een van de rijkste land ter wereld, terwijl mijn burgers alleen maar einde van de maand een rood streepje zien. Daar kunnen we als gemeente iets aan doen. Daar moet een groot pot naartoe. Dat is één. Twee. Je ziet dat corona mensen raakt. Kan je geloven, Rob, dat er mensen zijn die geen vervoer hebben om in de teststraat hun test te laten afnemen? Er zijn geen mensen die geen vervoermiddelen hebben om naar de teststraat te rijden. Dan ben je de rijkste land ter wereld. Zelfs in Colombia en Nepal kunnen ze dit soort dingen voor elkaar krijgen. Maar wij in Nederland, alles formeel goed geregeld, kunnen nog niet eens een taxi sturen naar die persoon. Want ja, hij heeft er officieel geen recht op. Jongens, dan moeten we toch hier ergens een bedrag hebben kunnen zeggen. Heeft u geen vervoer? Oké, dan moeten wij dat regelen. Dus Ben staat toch op nummer 1? Gezondheid staat toch nummer 1? De vraag is de burger in dienst van de overheid? Of dient de overheid de burger? Die vraag staat centraal hierin. Voor wie dit gemeentehuis, hè? Voor wie is die? Is die voor mij als burger? Of ben ik voor de gemeente een belangrijk instrument om de gemeente te laten? Voor mij hoeft de hele gemeente niet te bestaan als de burger niet prettig is. Het gaat om de burger. Ik wil ook niet anarchistisch overkomen, maar ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. En ten derde zeggen wij gelijkwaardigheid in de maatschappij. Waarom is gelijkwaardigheid in de maatschappij belangrijk, Rob? We hebben allemaal slechte ervaringen met tijden wanneer het slecht gaat in de maatschappij. De beurskracht 1929. Grote pandemieën, grote economische tegenslagen, ontwikkelingen in de maatschappij, als je het sociologisch bekijkt, hebben altijd een naschok. En die naschok is dat als jij één brood te delen hebt, dan deel je die door twee. Maar als je geen brood te delen hebt, dan zie je dat in de maatschappij het gaat broeien. En we hebben hele slechte ervaringen daarmee in de geschiedenis. En dan wil ik niet zeggen, kijk, vanwege corona gaat dat gebeuren. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg juist wanneer het slecht gaat in onze maatschappij. Wanneer mensen eenzaam zijn. Wanneer mensen zich alleen voelen. Wanneer mensen pijn ervaren. Inkomen verliezen. Hun ritme eruit. Baan kwijt zijn. Juist nu is het tijd om tegen elkaar te zeggen, hey, we zijn één. We zijn allebei van vlees en bloed. Wij zijn allebei enorm bang voor het feit dat wij onze geliefden kwijt gaan raken. We zijn allebei bang dat we elkaar kunnen besmetten. Kijk maar, 1,5 meter en we hebben onze masker bij. We zijn hetzelfde. We zijn overal hetzelfde, voor dezelfde dingen bang voor. Laten we nu elkaar vinden. En daar moet dit college geld voor vrijmaken. Hele mooie boodschap. Ik wil ermee afsluiten met deze mooie woorden. Ik wens jou tijdens deze begrotingsbehandelingen, tijdens de algemene beschouwingen, ja, heel veel succes. En draag deze boodschap uit dan. Gaan we zeker doen. Alleen wat ik wel heel duidelijk wil maken, ook voor de mensen thuis. In de politiek spreken we over idealen. En dan moet je die ook realiseren. Ik ben heel goed bewust van mijn positie als eenmanszetel. Ik heb maar 1 zetel in Roermond namens Denk Roermond. Mijn doelstelling zal zijn om de grote partij te laten bewegen in de richting zoals ik denk. Want als ik nu moties en amendementen ga indienen, de meerderheid steunt hem toch niet, omdat het college dat niet wil. Zonder hun papier, zeg jij. En energie. Laat ik het liefst die grote partij bewegen om een beetje in die goede richting te gaan. Mijn vader zei altijd, een grassprietje kietelt ook. Jouw vader is een hele wijze man. Ik dank je voor dit interview. Dank u wel.